Nadia Nagy, welkom in de nieuwe radiostudio's van Business M. Dank je, schoon. 2022, ik vermoed voor jou toch een bewogen jaar. Ja, ik denk dat ik een jaar geleden had ik nooit kunnen denken dat ik hier nu bij jou zou zitten. Wat deed je een jaar geleden? Een jaar geleden zat ik in het Brussels parlement. Was ik parlementair medewerker. Geen parlement zit, gewoon medewerker. Ja, ik was medewerker. Ik werkte toen op onder andere mobiliteit in Brussel en op onderwijs. Ja. Dus, vanaf wanneer zei je dan van oké, ik ga misschien voor iets hoger voorzitter of zo? Eigenlijk moeten we veel verder gaan dan dat, hè, want ik heb altijd al een verschil willen maken in de samenleving. En voor mij is co-voorzitter zijn van de partij is een verlengde daarvan. Hè. Dat is een manier om het verschil te maken in de samenleving. Dus het was nooit een doel op zich om co-voorzitter van de partij te worden. De partij is een middel om een doel te bereiken. Maar hoe lang ben je al lid van Groen? 2 jaar. Oef. 2 jaar lid en nu voorzitter. Ja, het kan snel gaan, hè. Ja. Maar het leven is aan de rappen. Dus, ja. Dus een jaar geleden had ik dat totaal niet verwacht. Mm-hmm. Ik ben dan ook naar het kabinet van Elke van den Brand verhuisd, waar ik op gezondheid heb gewerkt. Ja, maar dat was ook heel kort. Ja, het is eigenlijk in die periode dat... Meira Malatje had net haar ontslag genomen. Mm-hmm. Dus ik belandde daar en dan begin je wel na te denken van oké, hoe ziet de toekomst van de partij eruit ook? Mm-hmm. En er werden heel wat namen genoemd van mensen die dat potentieel zouden kunnen gaan doen. Mm-hmm. Dat waren allemaal mannen. Ja. En ik dacht, oké, ik zie nog wel wat potentieel in dat lijstje. En dan dacht ik echt wel even van, ja, waarom niet? Waarom zou ik het niet zelf doen? Mm-hmm. En voilà, zo is dat verder gegaan dan met Jeremy ook. Maar Jeremy heeft je toch gebeld op een gegeven moment met de vraag van, doe mee als co-voorzitter? Of? Wij kenden elkaar al van daarvoor, omdat ik op gezondheid werkte. En ik werkte dus ook op de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Mm-hmm. Dus ik coördineerde dat vanuit het kabinet. Dus wij waren wel in contact daarvoor al. Dus ik kende hem al. En rond het coronabeleid had ik al heel wat zien passeren van Jeremy. En ook daar werkte ik op. Mm-hmm. Dus wij kenden elkaar al en ik kende zijn visies op zich ook wel al. Maar ja, op een bepaald moment, dus je praat er dan over zonder al te zeggen van wij gaan een team vormen. Ja. Je praat erover van oké, misschien kunnen wij, hoe moet de partij er gaan uitzien, wat zijn de problemen, wat gaan we beter, wat kan beter, niet wat gaan we beter doen, maar wat kan beter. En ik kan me eigenlijk niet helemaal herinneren wanneer het moment was dat we hebben gezegd, moeten wij dat anders niet samen doen. Ik weet wel dat ik thuis kwam van op café. Ik weet dat het op café was. Okay. En dat we wel aan het babbelen waren en dat dan was van, misschien moeten we dat gewoon doen. En de volgende ochtend daarover gebeld. Ik kan u eerlijk gezegd, ik heb geen dagboek, dus ik heb het ook niet bijgehouden van wanneer dat exact was. Maar op welk punt wist je van ik ga het worden? Want we zaten natuurlijk grote namen, potentieel, onder andere Christophe Kalvoet, die eigenlijk dan niet heeft meegedaan, maar ook wel wat raar was. Hè? Dat weet ik niet. Dat is aan hem om die berekening te maken en te kijken welk verschil hij kan maken voor de partij, of het juiste moment was. Maar dus jij was niet verrast toen hij geen kandidaat was? Ik was daar in alle eerlijkheid niet helemaal mee bezig. Met wie gaat het niet worden? Ik was wel bezig met ja. Maar als je een race stapt, wil je toch winnen, denk ik? Nee? Ja, tuurlijk. Ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Dus, Oei, dat is niet in politiek. Nee, maar. Ik was op zich zelf bezig met wil ik het gaan doen en wat wil ik dan doen? Welk verschil kan ik zelf maken? Want dat is een grote stap in je leven. Ik zie ook het verschil nu in mijn leven. Dat heeft echt een heel ingrijpende impact. Dus ik was zelf ook vooral bezig met kan ik zelf het verschil maken? En dan pas doe ik het. Nadat ik ook mijn omgeving wel wat had geconsulteerd, want het heeft wel een impact op hen ook. Het is toch een heel zware job. Ik kan me voorstellen, als je met Meira Malmatje daarover gepraat hebt, achteraf van... Dat zei je een aantal tips gegeven, want het is gewoon een van de moeilijkste dingen die er is in de wedstrijd, denk ik, voorzitter zijn. Maar het is, want ik heb de vraag eens gekregen hoe ik omging met die macht. Met dat. En dat was de eerste keer dat ik die vraag kreeg en dat ik er zelf echt over nadacht in termen van macht. Want ik had het dat klinkt misschien absurd of zo, dat ik er niet had bij stilgestaan dat ik macht zou krijgen. Ja. Want ik heb het altijd al gezien, vanaf voor ik zelfs kandidaat was, vanaf ik wist dat ik het ging doen, zag ik het als een heel zware druk op mijn schouders, als een verantwoordelijkheid. En niet per se in termen van ik heb nu macht die ik kan gaan zitten verdelen en zo, maar eerder als een verantwoordelijkheid voor de partij, maar ook voor groen beleid in het algemeen. Mm-hmm. Noem eens een dieptepunt voor jezelf in 2022.
Ik denk dat, allez, voor mezelf, het is eerder voor de wereld. En ja. Ik denk de inval van Rusland in Oekraïne, daar kunnen we niet naast kijken. De impact in eerste plaats voor Oekraïners zelf, maar ook voor de hele wereld. Dat is een groot dieptepunt geweest. We zien daar de gevolgen van. Mm-hmm. Die zijn nog niet gedaan. Dus. Nee. Hoe zie je het aflopen? Moeilijk. Denk, als we kijken naar naar Rusland zelf en de manier waarop dat is gebeurd. Ik denk dat niemand helemaal verrast was dat het gebeurde. Als in er was een lange aanloop. Hè. Ja. Dat het effectief gebeurde, was wel een verrassing. En dus in die zin denk ik dat we dat ook niet helemaal... We hadden het niet ingeschat dat dat ging gebeuren. En dus denk ik ook dat we over de afloop ervan het eigenlijk nooit helemaal zullen kunnen inschatten. Omdat het ook een beetje... Het is niet een beetje, het is helemaal irrationeel. Het is geen rationele keuze, denk ik. En ja, de Groenen hebben daar wel een speciale rol in gespeeld, denk ik dan, omdat jullie toch mee in een regering zitten die uiteindelijk ook wapens geleverd heeft. Dat is een grote stap. Mm-hmm. Dat is voor ons uiteraard ook heel, heel moeilijk. Hè? Want wij hebben ook roots in die pacifistische beweging, ja. In de vredesbewegingen. Mm-hmm. En het is ook vanuit dat standpunt dat we het wel bekijken. In de steun die wij Oekraïne moesten geven. We hebben niet alleen wapens geleverd. We hebben ook andere uitrusting geleverd. En we kunnen natuurlijk ook gewoon diensten uitleveren als in know-how. En Oekraïne, dus het is ook meer dan wapens. Maar het is toch een brug die je overgestoken hebt. Het is niet gemakkelijk voor ons. Maar het was wel echt kijken naar welk verschil kunnen we maken. En hoe kunnen we Oekraïners steunen. En natuurlijk, die oorlog zet eigenlijk een katalysator op een ander fenomeen, die energiecrisis, die meteen nog veel scherper gezet wordt. Mm-hmm. Is dat geen bedreiging voor jouw partij? Die energiecrisis is een bedreiging voor iedereen, denk ik. Wij hebben natuurlijk wel de bevoegdheid, energie, en dat maakt vooral dat wij zeg maar in de picture staan, of toch als eerste zeg maar aan die crisis gelinkt worden. Dus in die zin kan ik verstaan wat je zegt, maar ik denk dat het veel meer is dan die oorlog en ook de energiecrisis is ontwrichtend voor de hele samenleving. En dus gaat dat verder dan voor mijn partij of dan de impact die dat voor ons heeft. Het heeft een heel grote impact op de samenleving en dan zie je het ook in alle domeinen. Maar ja, natuurlijk, Ecolo en Groen zijn in de regering gestapt met de voorraden van stappen uit dat nucleaire. Dit jaar hebben jullie dat moeten aanvaarden, dat er toch centrales open blijven. Hoe moeilijk was dat? Ja, ik was toen nog geen co-voorzitter van de partij, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ja. Bij hoe moeilijk dat was. Maar ja, ik zei het daar straks al, het effect van die oorlog en die inval van Rusland in Oekraïne en de effecten die dat heeft gehad, die had niemand kunnen voorzien. We hadden niet kunnen plannen en het is eigenlijk ook maar... Ja, normaal of maar volwassen dat je je beleid daar ook aan aanpast. Dus je kan dan nog... Het wordt wel met horten en stoten gegaan, hè? Ja, maar je kan dan nog dingen hebben afgesproken in een regeerakkoord. Maar als er dan zo'n ingrijpende gebeurtenis is, dan moet je je ook flexibel opstellen en daarop inspelen. Ja. Ik denk met vandaag de bevoorradingszekerheid van ons land. Dat is voor ons natuurlijk essentieel en dan pas je je daaraan aan. Ja. We vergeten ook, we gaan er nog altijd 5 sluiten. Hè? Dus, allez. Is dat zo? Stonden in die plannen toch doel 1 en 2 en Tihange 1 kunnen ook eventueel open blijven? Ja, dus nu kijken we naar de bevoorradingszekerheid voor de komende jaren. En daar zijn factoren die daar een invloed op hebben. Hè. Eentje is de oorlog in Oekraïne, maar daar komen dan nog extra dingen bij. Eentje is de situatie in Duitsland, wat een gevolg is van Rusland en Oekraïne. Ja, beste, in Frankrijk, de nucleaire centrales werken niet. Ja. Dus het was eigenlijk... Ja, maar dat vond ik een vreemde argumentatie, want... Dan geef je eigenlijk toe dat onze sluiting van kerncentrales eigenlijk gestut werd door kerncentrales in Frankrijk. Nee, want wij exporteren vandaag ook energie. Wij exporteren maar we en wij steunen. En in het plan van Elia werd al rekening gehouden hiervoor met 2 centrales minder in Frankrijk. En nu in het nieuwe rapport houden zij rekening met 4 centrales minder. En daardoor hebben wij natuurlijk zelf ook een impact. En moeten we de alle mogelijke pistes wel bekijken. Daar hebben we ons ook open ingesteld in. Wat zijn alle pistes? En wij hebben daar ook een voorkeurspiste in. Maar het is een klein beetje absurd voor een gemiddelde Belg om te weten van wij sluiten ze, Frankrijk blijven die draaien, in Nederland gaan ze in Zeeland, 20 kilometer van de grens, gaan ze nieuwe kerncentrales bouwen. Dat is toch niet logisch dan? Wat ik
moeilijk vind aan dit debat, is dat er twee dingen door elkaar worden gehaald. Je hebt enerzijds de sluiting van kerncentrales en pro- of contra-nucleaire, dat is één ding. En dan heb je nu de discussie rond de energiecrisis en de bevoorradingszekerheid. Ja. En dan krijgen we vaak het antwoord van, ja, maar in plaats van ze te sluiten, houden ze gewoon wat langer open. Ja. Maar technisch gaat dat... Ja, maar dat klinkt ook niet onlogisch, dat geef ik ook toe. Dat klinkt niet onlogisch, alleen als je dat wilt toepassen, is dat het wel. We zijn aan het onderhandelen om er nu twee al langer open te houden, bijvoorbeeld. Maar ook daar, dat betekent niet dat je die gewoon constant langer open houdt. Die moeten eerst sluiten omwille van technische redenen en veiligheidsredenen. Dat mag gewoon echt niet. En dat staat eigenlijk los van of wij dat willen of niet. Daar is wetgeving voor en daar het Internationaal Atoomagentschap bepaalt de veiligheid. Uw minister van Energie, Tine van der Straaten, zei in de Wetstraat op een gegeven moment, de legendarische quote, kent u één dossier van mij dat ik technisch niet goed heb afgerond? Toen dacht ik van, ja, dan kom je toch communicatief echt in de problemen als je zoiets begint te zeggen. Want het is wel een heel kwetsbaar dossier. Heel veel mensen hebben moeite om te verstaan. Mm-hmm. Wat u net schetst, er zijn allerlei technische redenen waarom. Dus dan denk ik van, ja, je hebt je daar toch moeilijk gepositioneerd. Ja, het is een moeilijk dossier om te verstaan. Wat dacht je toen ze dat zei? Ik zou dat misschien nu niet zelf hebben gezegd, maar weet wel, ze staat onder een enorme druk. Dit is niet zomaar een kleine crisis. Dit is de grootste energiecrisis die we ooit hebben gehad. Dan verwachten we van onze leiders dat ze het fixen. Inderdaad, en dat is ze ook aan het doen. Dus het was een beetje een boutade op dat moment. Van, ik ben ermee bezig, laat mij gewoon werken. Ja. Ik denk ook, het is daarna ook wel heel wat uitvergroot. Het gaat om één zinnetje. En ik denk trouwens dat heel wat mannen hier makkelijker mee zouden weg zijn gekomen met die zin. Ah, dus bijna. Het is een man-vrouw. Nee. Ik wil er geen excuus op plakken, maar ik denk dat wel, hoor. Maar ze is soms wat in zo'n moeilijk dossier wel heel voluntaristisch. Het andere was dat gasplafond. Europees moet dat beslist worden. Er valt heel veel voor te zeggen om dat te doen. Mm-hmm. Maar dan op een gegeven moment lijkt ze te verstaan dat dat beslist is in Europa. En dan duurt dat eigenlijk... Ja, wanneer was die aankondiging van haar? September. We zitten ondertussen december. Het is er nu. Mm-hmm. Vreemd. Wat is er dan vreemd in? Dat ze dat aankondigt op het moment dat dat helemaal nog niet het geval was. Ja, zo in die zin. Ja, het was in België afgesproken om het te gaan doen en om het te verdedigen. Ja, maar het moest Europees geregeld worden. Ja. Dat klopt wel. Dus het komt uit een Europese vergadering en zegt, ik heb het binnengehaald. En zij en de premier waren plots, hadden een grote diplomatieke overwinning en die was er niet. Ik denk wel dat er die dag is er ook wel heel hard gewerkt aan andere landen te overtuigen. Ik snap wel wat je bedoelt, met zeggen dat het er dan al was, terwijl er eigenlijk was er deze week echt. Het heeft wel wat meer voeten in de aarde gehad. Ja. Dus ik snap wel wat je wil zeggen, maar misschien was het wat te voorbarig om daar meteen mee uit te pakken van tisser. Maar hier is ze heel hard aan gewerkt, toen ook. Hè. Dus het moment waarop dat zij dat zegt, er is ondertussen al maanden daarvoor, werd dat al binnenskamers wel onderhandeld en met andere landen al besproken en zo. Mm-hmm. Dus ik snap wel dat ze daar buiten komt en dat ze zoiets heeft van, dit gaat lukken. Mm-hmm. En in plaats, ze heeft eigenlijk, wat de boodschap was, dit zal lukken. Dat was de boodschap en voilà. Dus je hebt geen zorgen over de communicatie. Komt goed. Misschien even wat meer helikopterview. Mm-hmm. Jullie zitten in die federale regering. Je krijgt heel vaak het verwijt, de premier heeft letterlijk gezegd, van ja, die voorzitters zijn een beetje schoonmoeders. Als we die niet zouden hebben, we moeten het enkel met de regering doen, zou het veel beter gaan. Ik denk wel dat we streng naar onszelf mogen kijken als voorzitters. Want daar straks had ik het over welke macht dat je hebt en of je daarmee dan poppetjes kan laten dansen. Ja, tuurlijk, ja. En ik vind dat we daar zo ook niet naar mogen kijken. En ik vrees wel dat dat wel wordt gedaan. Ik denk wel dat we een probleem hebben als de regering een hele dag lang zit te onderhandelen, afklopt op oké, dit zijn de akkoorden. En dat je dan een uur later of de dag later voorzitters hebt die roepen van... Ja, maar nee, wij gaan dit tegenwerken. Dit is niet waar. Dit is niet waar wij voor zijn. Dan denk ik, je maakt het akkoord dat je eigen ministers hebben onderhandeld kapot. Ja, en dat is... Boucher heeft een aantal keer al gedaan. Klopt, en ik denk dat dat heel slecht is voor het beeld van de politiek tout court, van de politiek aan zich. Ik denk dat de politiek, moesten we nu op straat gaan vragen aan mensen, hoe kijk je naar de politiek? Ik ben mij daar echt van bewust dat dat niet positief zal zijn. Maar dan moet je toch ook een klein beetje aan introspectie doen, denk ik.
Ik heb een persmededeling van jou zien passeren rond de asielzoekers, de crisis daar rond, waar je eigenlijk heel fel was en zei van de regering moet gaan opvorderen. Eigenlijk bijna een bevel richting Nicole de Moor, jullie jongeren die eigenlijk op de rand staan van haar ontslag te vragen. Dan zijn jullie toch ook heel, heel fel in een dossier bezig, wat niet echt collegiaal meer is? Ja, ik denk dat daar een verschil in is. Om te beginnen is er geen oplossing. Er was geen oplossing toen wij dat communiqué naar buiten brachten. Hè. Dus het is niet dat wij de oplossing nadien zitten af te kraken of zo. Dat hebben we niet gedaan. Mm-hmm. Dus het is wel een probleem. Het is wel een vraag op voorhand. Mm-hmm. En wat wij hebben gedaan is het probleem nog eens heel duidelijk stellen. En vanuit de partij... Ik zit zelf niet in de regering, ik ben geen minister. Mm-hmm. En ik vind wel dat ik mag zeggen welke oplossingen dat wij zien als partij. Want wat ik zelf een probleem vind, is voorzitters of partijen die alleen kloppen op het probleem, maar zelf geen oplossingen aanreiken. En voor mij, ik vind het heel belangrijk om dan wel zelf ook oplossingen te opperen. We hebben er al verschillende geopperd, dat is niet alleen vorige week, we doen dat al maanden. Mm-hmm. Ik vind het wel belangrijk om als wij zeggen van dit gaat echt niet goed, dit is niet hoe wij het zien, dat je ook zegt dat hoe je ingrijpt. Het wel ziet. En vertel eens, hebben jullie dan dat vertrouwen niet in Nicole de Moor, dat ze dat kan oplossen, die crisis? Wat ik heb gezegd in het communiqué, ik heb niet over vertrouwen in de Moor gesproken, wat ik heb gezegd in dat communiqué... Nee, oké, maar niet communiqué, maar nu echt over de Moor zelf. Ja. Gaat zij dat kunnen fixen? Ik hoop oprecht dat ze het gaat kunnen fixen. Allee, ik denk, het is haar bevoegdheid, maar het is ook meer dan dat. Hè. Het is ook een bevoegdheid, mm-hmm. Het is ook wel een regeringsprobleem wat mij betreft. Dus het is voor jullie wel echt iets heel ernstigs. Dit is echt, echt heel belangrijk voor ons. Dat is niet alleen voor mij persoonlijk, dat zit in heel onze partij. Allee, ook in onze achterban, heel veel mensen zijn ongerust over de opvangcrisis. Mm-hmm. Dus dat is absoluut zo. Dat is voor ons echt een heel belangrijk punt. Wij kunnen dat niet zomaar laten gebeuren. We hebben ook wel vernomen dat er heel wat maatregelen worden genomen door Nicole de Moor. Heb je nog vertrouwen in haar? Ik denk dat wij ook vertrouwen moeten hebben in haar, want zij is degene die het kan oplossen. Mm-hmm. Ik heb begrepen dat er ook een heel goede samenwerking is binnen de regering en dat de ministers daar ook wel heel goed op afspreken en verder op afsluiten. Dus ik hoop oprecht dat er verandering in komt. Maar ik zal namens de partij, als ik zie dat er geen verandering komt, zal ik daar altijd op hameren. Wij kunnen niet anders. Ik zit niet in de regering. Mm-hmm. Ik heb hier op mijn lijst opgeschreven, waar ben je het meest trots op in 2022? Eén ding. Om het feit dat ik om 6:45 begin, ik ben geen ochtendmens, maar echt 0,0 ochtendmens. Behoorlijk vroeg al. Ja, echt, ik heb altijd super dicht bij mijn werk gewoond en ik begon nooit om 9:00. Ik begon altijd zo rond 9:30, 10:00. Maar okay. Ik heb altijd heel laat doorgewerkt. Ja. Dus ik deed mijn uren. Maar ik kon dus altijd opstaan rond 8:00, 7:45, omdat ik echt heel dichtbij woonde. En nu begin ik om 6:45. Wel met een koffie en thuis. Okay, maar ik ben dan al aan het werk. Dus als je mij sms om 6:45 werk ik. En noem eens iets dat je anders had willen doen. Mag je dat over... Een partij mag ook. Hè. Ja. Mag je dat ook over iets gaan waar ik zelf geen macht op heb? Tuurlijk. Dat ik zelf niet kan doen? Oké. Dan had ik het geld zo niet door ramen en deuren gesmeten vorig jaar. Leg uit. We smijten vandaag letterlijk geld door ramen en deuren omdat ze niet geïsoleerd zijn. We hebben een gigantische energiecrisis. Ik dacht dat je het over de begroting ging hebben, maar... ik kan verrassend uit de hoek komen. En een van de dingen die we beter hadden moeten doen en die ik zelf beter had gedaan als ik die macht had gehad, was woningen isoleren. Mm-hmm. Woningen isoleren, want dat helpt op de energiecrisis van vandaag en dat zal ook in de toekomst blijven helpen. Dat is een investering die we moeten doen en die uitblijft. Dat is een beetje kritiek op de Vlaamse regering, is Waldemir. Zij wordt wat omschreven als de softe kant van N-VA, op vlak van milieu zit ze vaak toch min of meer op jullie lijn, denk ik. Hoe kijk je naar haar? Ja, ik denk niet dat dat soft is. Ik vind dat nu niet soft om iets rond milieu te doen. Nee, maar ze zegt bijvoorbeeld, ik zou nooit met Vlaams Belang kunnen in een coalitie zitten. En... Ja, wat mij dan stoort is wel, je kan er niet mee zitten. Dat is volgens mij gewoon puur politiek dat je dat zegt. Mm-hmm. Hè? Maar dan wel zelf vluchtelingen met varkens vergelijken. Ik denk dat Vlaams Belang geapplaudisseerd heeft. Mm-hmm. Soft vind ik dat niet. Hoe staan jullie eigenlijk nu ten opzichte van N-VA? Want ik denk jullie partijdirecteur verklaarde
deze maand dat die eigenlijk wel open zou staan voor de coalitie in Antwerpen met hun... Onze politiek directeur, die in Antwerpen ook heel actief is. Ja, die lijsttrekker wilt worden, dus straks een coalitie moet maken met Bart Wever, denk ik dan. Hij wordt voorzitter van de groep in Antwerpen. Ja. Dat is niet hetzelfde. Wait and see. We zullen zien. Maar hij heeft gewezen op het belang van progressieve samenwerking in Antwerpen. Ja. Dat was zijn boodschap. Van de progressieven moeten samenwerken. Maar de vraag was eigenlijk al van, gaan jullie daar ooit mee in coalitie? Als we naar het beleid kijken in Antwerpen vandaag, zien we dat er heel wat dingen tekort schieten. Bijvoorbeeld rond het cultuurbeleid. Ja. En dan zien we van een progressief front daar tegenover, of een progressieve samenwerking, eventueel in samenwerking met N-VA, zou wel het verschil kunnen maken. En dat was zijn boodschap. Dus het was niet per se een pleidooi om samen te werken met N-VA. Maar hoe zie jij het dan? Want dan moet je eigenlijk richting Conrousseau, progressieve samenwerking. Maar dat is onze logische partner. En het is dat voor ons dan? Logisch. Is er liefde tussen jullie en Vooruit? Ik heb daar nog geen vijandigheid gezien, alleszins. De contacten die ik heb met Vooruit zijn heel goed. Dus dat is jullie natuurlijke partner? Ja, dat is logisch. Wij kunnen veel meer bereiken als we progressieve partners hebben. Dat is voor ons de logica zelf. Hè. Ja, maar je voelt toch wel dat het anders geworden is met een Conrousseau. Voorgangers van hem keken veel meer. John Crombie zei dat letterlijk, progressieve frontvorming. Mm-hmm. Dat is geen discours dat je bij Conrousseau hoort, toch? Nee, maar je moet die rekening natuurlijk ook zelf maken. Hè. Ik kan het alleen maar blijven benadrukken dat wij daar wel voor openstaan en dat wij dat heel belangrijk vinden en dat we denken dat we zo ook meer kunnen bereiken. Ik denk dat dat ook voor hen geldt, maar dat is natuurlijk aan hen om die rekening te maken. Want je gaat naar een aantal symbolische plaatsen, onder andere Gent, in Antwerpen ook ooit kartel-idee geweest. Dat lijkt voorbij, hè? Ik pleit hier ook niet per se voor kartelvorming. Ik denk dat het ook op andere manieren kan. Maar als je samenwerkt, kan je gewoon ook veel meer bereiken. En hoe zit die relatie dan met N-VA? Hebben jullie al met Bart de Wever contact gehad? Wel, nog niet. Dat was wel de bedoeling. Ja, allee, we hebben wel al contacten, maar nog geen... We hebben eigenlijk met alle voorzitters een kennismakingsronde gedaan. Ja. Want we zitten er ook niet in. Ook met Tom Agrieken? Nee. Maar dat deden we in het verleden ook al niet. Ja. Daar, maar wel Raoul Hedebouw. Daar zit geen verandering in. Ja, we hebben Raoul Hedebouw wel ontmoet. Ja. In een kennismakingskoffie en dat zit voor de duidelijkheid. Hè. Maar daar, zit maar daar blijft, in, blijft het voor Groen wel een optie dat je coalities maakt met PvdA? Nee, op lokaal niveau hebben we dat wel al vandaag. Ja, wij niet alleen. Ja. Hè. Vooruit heeft er daar ook met PvdA. Wij doen dat ook in Borgerhout. En van wat ik begrijp, loopt die samenwerking lokaal dus ook goed. Dus dat blijft zo? Dat kan voor ons kan het lokaal, omdat de situatie daar ook anders is. Bovenlokaal kan dat voor ons niet. Leg eens uit. Er zijn echt wel wat issues die ze gaan moeten oplossen voordat zij bovenlokaal kunnen samenwerken. Ik zal een voorbeeld geven dat we niet zo vaak komen, misschien een voorbeeld vanuit Brussel, waar dat wij heel veel werken op het mobiliteitsbeleid, maar vooral ook op gezonde luchtkwaliteit. Ja, en Elke van den Brand, jullie minister die polemisch is, mag ik zeggen. Hè? Die heel veel fans heeft, maar ook heel veel tegenstanders. Maar dat is altijd, als je verandering wil brengen in mobiliteitsbeleid, zien we dat altijd. Dat is ook zo geweest in Gent, dat is ook zo geweest in Brussel-stad, voor de voetgangerszone. Ja. Heel veel mensen waren daar tegen. Je zag toen je in Brussel wandelde, zag je overal affiches van Yvan Mayeur toen nog. Andere reden toen gecontesteerd. Later bleek... De Sammy Social affaire. Ja, later bleek dat de Sammy Social affaire het probleem was, maar rond mobiliteit toen, daar gingen overal affiches van, tegen die voetgangerszone. Als je vandaag gaat kijken in Brussel, is niemand nog tegen de voetgangerszone. Maar ga je naar PvdA? Dus daar begon het weer. In Brussel, rond luchtkwaliteit bijvoorbeeld, zien we dat PvdA ook roept voor betere luchtkwaliteit in Brussel, terecht. Mm-hmm. Maar als we dan zien van oké, we gaan daar dan maatregelen voor treffen, dan zijn ze de eerste om daar tegen te protesteren. Mm-hmm. En dan zien we ook van maar jullie willen eigenlijk gewoon echt geen beleid voeren. Jullie willen het niet. Jullie willen die verbetering niet. Er is dat, maar er is natuurlijk ook een echt zwaar problematische kijk op bijvoorbeeld China. De Oeigoeren. Op mensenrechtenaspecten in China, in Rusland, in andere landen en ook. En dus. Stalin die we toch met die, wat ons moeten bekijken. Ja, dat gaat absoluut. Maar wat zeg je dan concreet naar hun toe? Van je moet dat soort, als je dat soort zaken niet aanpast, kunnen we met jullie geen coalities maken? Ja, sowieso niet. Dat kan absoluut niet. Ja. En N-VA, want je was bezig, je zei van we gingen een koffie drinken met Bart Wever, maar dat... Dat is gewoon door timing issues niet gelukt. Ah, ja. Maar de essentiële vraag die iedereen zich wel stelt is van kunnen jullie eigenlijk nog, want het is wel heel agressief geworden heen en weer, lastige relatie N-VA-Groen, zie je dat nog?
Kan je straks een coalitie maken met zowel Demir als minister-president? Ja, zoals ik daar straks zei, voor ons zijn progressieve partners de logische keuze. Mm-hmm. Dus dat is niet de meest logische keuze, als in dat is niet de directe voorkeur of zo, van we gaan hier met twee samenwerken. Dat is niet onze logische voorkeur. Maar ik denk dat we vooral eerst mensen moeten laten stemmen en mensen zelf moeten laten bepalen hoe de kaarten liggen. Ja, en dat we dat dan kunnen kijken. Want Jon Groen zei, als we dat ooit doen, dan zijn we weg. Mm-hmm. Ja, ik kan mij voorstellen dat ze dat zeggen. Ik kan mij voorstellen dat dat bij hen leeft. Maar ik denk dat we daar op zich een klein beetje kanten in moeten houden. Vooral mensen eerst zelf laten beslissen hoe de kaarten liggen. Ja. Je bent lid van die Vivaldi-regering. Hoe kijk je naar de premier? Want die is gestart met Vivaldi als de man die zei... het zijn ploeg die kampioenschappen winnen. Ja. Die quote van Michael Jordan. Ja, ik denk dat Vivaldi en dus ook de premier, ik denk dat ze zijn gestart in een heel moeilijke context. Ik zie wel denken, ik ga hier excuses vinden, maar... Ik zeg het. Ik zal het dan zeggen, ik probeer hier geen lijstje met excuses af te rammelen, maar het is wel belangrijk om die te blijven benoemen. Ze zijn gestart in volle coronacrisis. Hè. Dat was de start die ze kregen. Een zware crisis internationaal die ze mochten, ze moesten verduren, bedrijven die ze moesten ondersteunen, mensen die ze moesten ondersteunen. Mm-hmm. Ze hebben toen ook wel heel wat kritiek gekregen op dat beleid, maar ik denk dat als je dat nu achteraf een beetje bekijkt, dat eigenlijk niet zo slecht was, dat coronabeleid. En dan was... Oké, dat is 2 jaar geleden. Dan was de COVID-crisis gedaan. Nu, die crisis is nog niet 2 jaar geleden gedaan. Hè. Ze zijn pas 2 jaar geleden begonnen. Ja. Die crisis heeft wel langer geduurd dan dat. Dus dan was die crisis gedaan en dan begon de oorlog in Oekraïne. Dan krijg je een energiecrisis, de grootste energiecrisis die we ooit al hebben gekend. Mm-hmm. Dus wederom is dat weer geen makkelijke context om in te werken. Ook daar was de prioriteit dan, hoe gaan we bedrijven en mensen hierin ondersteunen, hen helpen om dit te boven te kunnen komen. En dan kan je ook geen structureel lange termijn beleid als prioriteit hebben, want dat wordt wel gedaan, maar daar gaat het vandaag minder over. En als ik dan kijk naar de Zweedse regering van vorige keer, zij hadden die crisissen niet. Dat was er niet. Mm-hmm. En als we dan kijken naar bijvoorbeeld de begrotingsdiscussie van vandaag, de structurele problemen in de begroting, die komen wel van vorige keer. Die komen van... Het is wel veel, veel erger geworden, hè? Ja, je kan het... Het heeft ook geen zin om alleen te zeggen van, wij hebben hier... Alles is fout gelopen de vorige keer en wij moeten alles oplossen. Ja. Maar dat is wel een context waarin dat we zaten. Idem met energie bijvoorbeeld, die transitie naar hernieuwbare energie, dat structureel beleid op lange termijn, hebben wij wel nu moeten inzetten. We hebben daar een enorme inhaalbeweging moeten doen. Dus eigenlijk ben je wel heel mild voor Alexander De Croo. Nee, maar ik denk wel, want er zijn, ik kan ook nog wat dingen noemen die niet goed zijn gegaan, hoor. Toch eens vragen, omdat je het zelf zegt. Ja, ik heb dat ook al in andere interviews gezegd. Als Eva de Bleker nu een man zou geweest zijn, zou ze dan ook ontslagen geweest zijn op die manier? Dat weet ik niet. Je ziet wel, en dat is gewoon een analyse die we kunnen maken, je ziet dat vaker vrouwen uitvallen. Je ziet dat het vaker vrouwen zijn die ermee stoppen of die ermee moeten stoppen. Maar ik kan de rekening van de Bleker of van de Croo hierin eigenlijk moeilijker maken. Nee, ik zit daar echt niet bij, dus dat weet ik zelf ook niet. Nee, maar het straalt toch niet goed af op Vivaldi, denk ik? Nee, dat is duidelijk. Dat is heel duidelijk dat niet goed afstraalt. Maar... Ik denk wel, want ik wil ook wel slechte dingen benoemen misschien. Want, we moeten ons lijstje af. Want iets dat wel nog voor de begroting eigenlijk wel belangrijk vind. Ja. Want voor ons trouwens had daar ook wel een verschil op kunnen zitten. Het zijn ook wel de rechtse partijen in de begroting die bijvoorbeeld alle maatregelen voor iedereen willen en die daar geen gradueel verschil in zien. Mm-hmm. Voor ons had dat veel gecibleerder gemogen en gemoeten eigenlijk. Mm-hmm. En dat is iets waar we dan wel zien, van het zijn de rechtse partijen die dat niet willen en die zoiets hebben van nee, meer geld uitgeven. Ja. Dus, ja. Die btw-verlaging voor iedereen, onzin. Maar wij vinden niet dat dat voor iedereen moet zijn. Je moet de mensen ondersteunen die daar nood aan hebben. Dan kan je hen ook trouwens meer geven dan als je aan iedereen heel veel geeft. Vandaag, sorry, maar de Markoekes van deze wereld hebben het gewoon niet nodig. Mm-hmm. Die hebben dat niet nodig. Ja. Welke goede voornemens voor volgend jaar? Ja, ik vind voornemens, ik vind dat uitstelgedrag. ik doe nooit aan voornemens. Als je iets wilt veranderen, moet het je nu doen. Oké, dat is duidelijk. En een laatste vraag. Wat wens je het land toe in 2023? Ik wens alle kinderen oprecht. Ik wens alle kinderen een leerkracht toe. Nog iets? Nee, dat is het. Nadia Nagy, hartelijk dank.
Dankjewel.